Ongeval, hè? Ongeval is in een klein hoekje. Dus heel vervelend. Het is gewoon kloten, zeg maar. Wanneer weet jij in de auto dat het echt goed mis is? Ik hoor valpartijen met grote valpartijen. Daar hoor je gelijk al aan de stem. In het Frans is dat de chute. Grande chute. Nou ja, dan weet je wel dat, dat er veel gebeurt. Want dat wordt niet zo heel vaak aangegeven. Dan hoor je dat maillot blanc is also. Dan is het natuurlijk al heel persoonlijk aan het worden. En ja, dan hoor je echt dat het pas echt fout gaat wanneer... Wanneer ik van Mark hoor dat Tom uit koers is. Ja, dan is het slikken. En ja, wordt het toch wel een doel wordt in duigen gegooid. Want het doel was ook een beetje heiligend worden hier. En hoe je had iedereen zich voorbereid op misschien wel een gele dag. Ja, wij hadden er in ieder geval een plan erop gemaakt. En ik denk dat het heel realistisch was. Maar je moet het altijd doen natuurlijk. Maar het is wel een kans die we graag wilden verzilveren. Nou ja, dan moeten we op zoek naar andere kansen. En het belangrijkste is nu gewoon om wel de gezondheid van Tom in het vaarwater te zetten. Dat was ook even een schrik van wat heeft hij dan? Nou, ik had al vrij snel contact met Mark dat hij zijn schouder uit de kom had. Dan is het heel pijnlijk, heel vervelend. Maar ja, dat geeft wel een beetje geruststelling natuurlijk. Heb je Tom al gesproken? Ik heb Tom nog niet gesproken, nee. Ik weet niet hoe hij eraan toe is, hoe hij zich voelt, wat hij vindt. Nou, jij weet al hoe hij zich voelt. Jij weet ook hoe die beleving heeft, dat weet ik ook. Ja, die vraag hoef je niet te stellen volgens mij. Drama. Ja, een persoonlijk en een vervelend drama voor Tom op eerste plaats. Voor zijn familie en ook voor de ploeg. Maar ook voor het Nederlandse wielrennen, denk ik.